Yo allemaal, welkom bij een nieuw filmpje. We zijn hier vandaag met Tom en Matthias. En vandaag hebben we iets speciaals, want we hebben alle drie 1 miljoen views gehaald. En we wouden iets speciaals doen. Nou, we hebben het flink nagedacht en dit is het uiteindelijk geworden. Tom, vertel, wat zijn we aan het doen? Wij zijn hier aan het sneaken, terwijl we kijken naar een of ander bord wat geschreven is in het Engels. En we doen hier Midnight Gloom, gemaakt door Phoenix. En eventjes uit F5. We moeten wat regels lezen eerst, lijkt mij. Dus dat doet meneer Matthias eventjes. Meneer Matthias, ga je op gang. Een Brits accent. Zullen we het gewoon vertalen voor de jongen? Do not get any records from creepers. Oh, zo snappen die kleine jongetjes het. Hey, rustig aan, we moeten even inderdaad... Hier moeten we beginnen, zo te zien. Hier moeten we beginnen. Ja. Hier, dat zijn de objectives. Zal niet eerst de regels moeten lezen? Nee, de objectives zijn het belangrijkste. Het doel van de map, wat we hier de komende serie gaan doen. Oké, we moeten dus de 12 verschillende... records, discs verzamelen vanuit de kisten. We moeten deze blok verzamelen. Emerald, Iron, Gold en Diamond. De 4 geheime wapens zoeken. Oké, cool. En overleven op welke manier die je maar kan bedenken. Oh ja, en een map delen met je vrienden. Jullie zijn onze vrienden, vind ik. Ja, hoeveel stukjes ik denk delen? 2 stukjes? 3 stukjes? Ik ga voor 4. Weet je, Oké. Dat is wel eerlijk, ja. Want heeft iedereen een kwart. Ja, inderdaad. Dat is punt. En dan de regels. We mogen geen records krijgen van creepers. Ofwel skeletons die creepers killen. We mogen geen... die blokken mogen we niet craften. We mogen geen nether portals maken. Alleen de bestaande mogen we gebruiken. We moeten niet op peaceful spelen. We doen gewoon op hard natuurlijk. Staat op hard toch? Oh fuck. We mogen de disk monument die hier beneden is niet mollen. We mogen geen commands, mods of apps gebruiken om voordeel van te krijgen. We mogen niet buiten map boundaries de grenzen gaan. We kunnen blokken plaatsen. We kunnen breken. We kunnen craften, we kunnen enchanten, we mogen dus echt alles. En we kunnen brouwen, slapen, in bedden en zo. Oftewel, nog even iets zeggen voor... Brouwen in bed? Zeg ik dan brouwen in bed? Ja, dat zei je. Nog even voor alle mensen die de map willen downloaden. Het staat in de beschrijving. Het plan is dat we hier een lekkere serie op gaan doen. Gewoon om te vieren dat onze fans awesome zijn. En dat ze zo lang bij ons zijn. En dan hopen we dat jullie het leuk vinden. Vergeet niet even te liken bij elke keer. En dan denk ik niet dat we dat elke keer gaan spammen. Hoe lang gaan we die aflevering ongeveer maken? 20 minuten, 25 minuten. Laat ik even een timer snel pakken dan. Ja, inderdaad. Ik heb mobiel. Ik heb al mobiel. Ik heb al een timer aanstaan. Fuck God, you. Jullie zijn zo snel! Het zit in mijn toetsenbord. Oké, jullie... Wat heb jij? Oftewel, ik zie... 510. Ik heb een klokje. Nee, ik heb hem. Looting 1, fire aspect 1, knockback 1. Er is er nog één, hij is van mij! Ik zag net trouwens, hè. Daar zit een kist bovenop. Wat? Voor mij ligt die klok erboven... Laat maar, je hebt hem. Dit is niet... Maar... Dan pak die kist. Ja, wacht eventjes. Even shaken. Anders sla ik je omhoog. Ik weet dat dit mogelijk moet zijn. Sla mij. Oh, je moet... Wat zit erin? Wat zit erin? 40 golden carrots. Bookshelves. En een enchanted table. Mooi, man. Laten we die golden carrots meteen even verdelen. Gebruiken jullie trouwens een resource pack? Nee. Tim, voedsel. Tim, hier, voedsel. Eet. Goed zo. Je kunt dit niet eten. Jawel. Echt? Dit is een beetje het beste voedsel. Ja, dit is het beste voedsel. Hoofd saturation. Iets van... Oké, wat jullie deze serie van mij kunnen verwachten is een en al bullshit, gelach en gegil. Waarschijnlijk en de andere twee kun je waarschijnlijk het goede Minecraft verwachten. Wat is dit? Het monument. Dit is het monument volgens mij, hè? Ja, hij lijkt er wel op. Oftewel... Hier moet dat gouden blok zo te zien. Ja, en al die discs moeten hier waarschijnlijk gewoon in. Ja, en kunnen... Ik sla even dit kapot. Kunnen we... Oh! Oh! Oké, dat heeft hij wel netjes gedaan. Dat is sweet! En ik heb al die item frames nu, dus we kunnen... Stop! Ja, maar het is niet cheaten. Oh, wacht. Dan kunnen we mooi die enchanting table zo even opruimen, zonder dat ik ze in een kist hoef te douwen. Verdomme! Goed zo. Je hebt het nu verneukt, hè? Dat snap je. Ah, we vinden wel een oplossing. Heb je nog één? Ik heb er nog één. Jawel, hier. Ik heb er nog één. Ja, nu heb ik hem al neergezet. Zo. Oh, en nu is hij echt weg. Mooi. Verdomme, Tim! Nu weet hij niet dat hij hier moet komen. Derp. Hier, nee. Verdamme! Het is goed. Oké, maar ik denk dat we gaan beginnen. Hier naar buiten gaan. Ja, we moeten naar buiten, hout halen, the usual. Control werkt niet in het spel, Matthias. Leer dat nou. Stop! Luiten, dat doet pijn. Oh. De mensen gaan dood door jou. Ik denk hier is de weg naar buiten, Tom. Ja, ik denk ook dat het op deze verdieping is. Hey, kijk, een creeperhoofd.
Wel een beetje derpy ogen, dat dan weer wel. Hi! Oh. Oké, rechts is het eerste area. What the hell? Die bomen. Hoe kunnen die zo zijn, die logs? Is dat een data value? Ja. Ja. Oh. En die kan ik ook krijgen in survival, maar dat doe ik maar niet. Oh, ja, echt, echt. Ja. Cool. Maar je kan ze niet breken, zeg maar, alleen plaatsen. Oh, ik wil wel een paar. Oh ja, ja. Ik ga de machine maken, denk ik dan binnenkort. Ja, ik gebruik hem eigenlijk alleen voor die stone slabs. Ik ben al aan het pakken. Waar de heck zijn jullie? Oh, hey, er zitten ook lampen in. Ja, ik heb die lamp ook. Pak ook melons, zou ik zeggen. Ja, had ik ook. Tom, wat doe je? Ik wil steen. Er zit denk ik geen steen in dit gebied, Tom. Denk je? Denk het niet. Oh. Ik denk dat ze daar slim over nagedacht hebben en dat we echt gevaarlijk moeten doen. Dat zou ik hebben gedaan in ieder geval. Ik ook. Ik niet. Waar gaan we eerst naartoe? Er was een eerste area, zei je? Ah, hier rechts. Het wordt wel nacht. Het is daar sowieso donker onder, zo te zien. Ik stel ook voor dat we zo snel mogelijk een bed gaan fixen. Ik heb zo'n idee dat het niet uitmaakt, aangezien... Het is daar donker. En donker betekent vaak mobs, en aangezien dit vlak bij de spawn is... Weet je, we gaan gewoon naar naartoe. En ik zie alvast, ik zie daar iets raars, wat van bricks. Wacht op. Area 1, a cursed town. Wacht, is area 1 gewoon al? Ja, de eerste area. Dat is kut. Dat is een mini-area, maar we zullen zien. Ik heb zo'n idee, hè. Dat het niet is om te denken. Dat oh, night vision potions. Ah, cool. Dat is wel handig. Hier is licht. Shit, gaten, dit is nooit leuk. Er is hier licht, wat is hier? Wat is deze? Building blocks. Oeh! Ik heb de glowstone en ik neem wat steen mee. Wacht, moeten jullie ook glowstone hebben voor licht? Of hebben we torches al? Nee, ja. Oké, kom eens hier staan. Kom eens bij mij staan. Dan gooi ik het de potion. Waar is Tim? Kinderen, Tim, kom terug. Tim is aan het verlichten, ik ga meedoen. Nee, ik wil... Waarom staan er geen mobs? Mag ik even een nightvision geven? Ah, top! Ik heb hem. Oh, no. 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 Oké, Tim, kom hier. Oeh, nope, ik ben dood. Nee, ik ben serieus dood. Oh shit. Holy shit, ik zie je. Ik zie je. Oh, fuck. Nee, mini zombie, you suck! Dit gaat no. Kom erin. Fuck jou, Tom. Oh, dat zijn oakwood slabs. We kunnen niet iets van craften. Je kunt dus niks craften van oakwood slabs. Nee. Ik dacht, ik ga even tools maken. Oké, ik maak even snel een pickaxe. Wacht, Tim, als jij een houten pickaxe maakt, ik heb wat steen. Denk erom. Oh, ik heb wat tools gevonden en heel veel armor. Nice, oké. Geef me die stone maar. Ja, hier staat het. Cool. Oh, allemaal bogen, een zwaard, een pickaxe en... Oh, hoor je dat? Ja, we horen je. Ja, we horen Hij is momenteel veel bezig met grotere problemen. Achter je, Tim? Ik heb een crafting bench nu. Thank you. Hebben jullie een crafting bench? Ja, we staan hier net buiten de poort, zeg maar. Holy shit, wat die mobs die hier zitten. Oeh, hij dropt een armor. Get it. Oké, ik zal een pickaxe voor jou maken. Ik denk heb dat een ik een trapdoor maak. Dan kunnen we erin en eruit zonder al te veel problemen. Ik denk dat een zwaard beter werkt. Oh, ik heb furnaces hier. Nice. Hij gaat echt fucking hard vooruit. Heb je hier een chest? Met die allemaal tools? Hey, ik heb pickaxe voor jullie. Oh, ik ben aangevallen door een skeleton met een hoe. En die drot aan mijn armor. Ik kom even naar jullie toe. En dan was zo iets nu. Heb je een pickaxe? Dank u. Ik kill al die mobs wel eventjes. Ik kill wel even. Doe maar. Oké, ik heb het armor en tools voor jullie. Ik kom eventjes. Oh, hi. Jeez. Hi. Ze droppen ook al die broeken meteen. Ja, klopt. Hier. Oh, ik heb er ook 3 aan nu. Even kijken, ik heb een pickaxe, ik heb nog stop een pickaxe. Ik voor je bol zetten. Ik heb een zwaard, ik heb een boog. Oeh, efficiëntie 3. Of 2, laat maar. En voor Tim wat ook wat potions. En... Hier heb je wat armor, Tim. Dank je. Ik ga echt particles even uitzetten, dat is heel irritant. Animations. Particles, minimal. Ik weet niet. Oké, ik ga weer even een rush doen. Voor licht. Ik doe mee, maar ik heb geen torches in plaats. Ik heb glowstone. Telt dat? Ja hoor. Voor mij zitten in veel meer van die huisjes ook loot, maar... Ja, elk huis. Ik heb al 2 chests gevonden in 1 huis. Oké, dat is nice. Woe, torch! Oké, night vision en shaders werken blijkbaar niet echt samen. Dus ik kan beter geen shaders meer gebruiken. Zei ik toch! Told je! Shaders, ga uit! Oh, tering. Oh, skeletons. Oh, niks aan de hand. Ik ga sneller.
En slimmer. Vooral slimmer. Wat? Slimmer? Serieus? Oh, niet liegen, meer hè? Tools gevonden voor jullie. Je hebt wat eten. In plaats van dat je het even verlicht. Oh ja, dat is waar. Mijn glowstone is nu bijna op. Ik kan wat soortjes maken. Waarom verlicht je niks? Wat de hel? Dat hebben we nou aan jou. Dat al geloot is. Ja, maar ik heb... Dat ben ik gewoon vergeten. Ik heb helemaal geen toortjes. Nu wel. Ik ben oud als toortjes. Wow, huip... zoveel mobs hier. Kerk, hier moet de disc zijn. Nee, oké. Okay. Laten we nu even eerst zorgen dat we blijven leven. We zijn allebei één. Dan op zoek zijn naar een disc. De god van het vuur te aanbidden, jongens. Ik wil dat jullie netjes blijven op je stoel zitten. Oeh, ik heb heel veel kool. Ah, meer gasten, welkom. Wij hier, de aanbidders van God. Welkom, welkom. Ik heb zo'n vermoeden dat je het dan verkeerd zit, jongeman. Gaat alsjeblieft zitten op je stoel. Ze blijven maar komen. Het is een dag voor de kerk vandaag, jongens. Zit je in de kerk? Maybe. XP, bitches! Oeh, je kunt hier naar boven. Snel verlichten, alles. Okay. Zijn het dan spawners of zo? Oh, ja, ik heb een fishing robot in breaking 4. Ik heb nog geen spawners gezien, dat is een beetje het probleem. Dat is een beetje het enge, ja. Hebben jullie nog wat tools nodig? Want ik heb heel veel enchanted tools. Hebben jullie nee, ik heb ook heel veel. Okay. Wow, ik heb hier superveel food. Ik heb ook even furnaces mee, is misschien wel slim. En toen ja, was ik heb wat furnaces mee. Of oh, eentje. Fuck. Oh, fuck. Oh, dit gaat nog verkeerd komen. Oh, als je het vast in de kop hebt. Noise. Fuck, dit wordt krap. Oh, nope. Oh, niks aan de hand. Alles is onder controle. Kan ik wat hulp hier, Tom? Ja, graag. Oh. Ja. Oh, fucker! Oh, je helpt niet echt. Nee, ik heb ook zelf hulp nodig. Nou, niet eigenlijk. Oké. Okay. Laat maar. Fuck! Ik word wel aangevallen door 5 mobs tegelijk, maar ik zit de kop vast. No! Ik wil niet als eerste dood. No! Ik weet niet waar je bent. This is a bell. Oh, ik heb de bel gevonden. No! Oh. Yes! Oh. Yeah! Dead numero uno. Wat? Nee! Ja! Ladder op! Oké, okay, ladder op! Oh, ik ben stacking dead. Mooi zo, ik zat vast in de kop. Oh, nee, ik heb het overleefd. Die ladder op heeft mijn leven gered, jongen. Oké, ik ga eventjes jou verhelpen. Oh, ik ben dood, ik ben zo dood. Oh! Fuck! Wat? Niet veilig of zo. Dit is niet echt veilig, inderdaad. Wat, ze komen de ladder op! Nee! De hele brug staat vol met creepers! Fuck! Het gaat goed, jongens. Tot nu toe leef ik nog. Ik vind het fijn dat die skeletons geen boven... No! Dood? Hij is van de wereld afgevallen. Yeah. Ik dacht dat ik degene was die continu dood ging, maar het valt wel mee dus. Je moet die weg. Oh doen. Nee, mijn zwaard is kapot. Shit. Maak een nieuwe. Ja, ik heb al nog eens een zoveel mobs! Nee! Jij moet niet zeuren. Waarom niet? Ik moet al langs allemaal mobs om bij jullie te komen. Stop met kopen, mobs! Eeuw. Ik mol het gebouw gewoon eventjes. Ik word er gek van. Ik pak eventjes een nieuwe potion. Fuck, baby zombie. No. Eén voordeel, ze kunnen op de trap geen damage doen. Eén voordeel. Auw! Is er een hand? Auw, die heeft pijn. Auw, dat ook. Hi, creeper. Ga niet ontploffen, dankjewel. Oh, fuckers. Oké, ik ga weer naar boven. Oké, ik ben weer hier. Tom, zit je hiernaast nog? Of, Ja, heel veel mobs nog steeds. Elk huis ging ik ook weer dood in. Dat en ze ik. Blijven maar komen! Ik ga niet nog een keer die grap maken. Ik ben op het dak. Okay, stop met spawnen, rot mobs. Oké. Fuck! Zit je nog steeds in die kamer hier? Hey Tom, wacht hier. Kom naar boven hier. Jongens? Ja, waar ben je? Shame. Ik ben nu bij de kerk. Hi. Holy shit, dat was een dom idee! Ja! Ga naar boven, ga de trap op! Welke trap? Je bent afgeblokt, klootzak! Nee, hier, deze! Oké. Oh, ik ben zo dood. Help. Ik kan je toch niet uitmaken? Oké.
Oké, het is stom maar. hebben jullie veel blocks of zo? Dan kunnen we even eroverheen pilleren. Sorry, ik ben nog om de trap op. Ja, ik heb wel blocks. Waar willen we naartoe? Dat gebouw daar dat verlicht is. We kunnen denk ik best via de daken gaan. Welk gebouw is verlicht? Daar aan de overkant. Welke overkant? Hoeveel overkanten zijn er? Nou, 30. 4? Welke kant kijk je op? Oh, dat ging niet goed. Ik ben niet gewend aan deze update, Bullshit. Nee, ik kan niet parcouren zonder... De span zit vol met mobs. Ja, ik heb je stuff. Ik zie je stuff. Kom eens naar mij toe. Ja, dat gaat makkelijker als ik er ben. Ah, oké. Daarom moesten we naar het gebouw. Ik vroeg wel af waarom ik heb getting wood. Goed, je hebt nu pas getting wood? Ik heb hem voor me ook. Nee, ik heb hem wel, denk ik. Oké, ik ga een rush doen voor een ander gebouw. Matthias, waar ben je? Ik ben nu bij de ingang van dit gebied. Oh, ging weer dood? Ja. Oh, cool. Furnissen, die neem ik even mee. Jongens, waarom gaan ik al die zombies op mij af? Omdat wij... Matthias, kom hier, hier komen. Dat gaat niet als het dicht zit. Oh, ik maak het al open. Ja, nu maak ik het open. Fuck! Skills. 100% skills. Maak je klaar om het dicht te maken. Go, 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 go! Ik maak het hierboven dicht. Go, 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 go! Dicht. Hier is je pickaxe. Zoveel shit. Ik heb nog wel 10 andere pickaxes. Het grootste probleem was dat ik geen wapens had. Je hebt mijn eten opgepakt, volgens mij. Yep. Ik heb nog wat chicken, dus wat dat betreft. Blijf van die noodblok af. Waarom? Ik heb er ook al een hoor, dus... Ik zoek wel helemaal de pleuris, man. Misschien moeten we elk gebouw eventjes afbakenen, die waar we in zijn geweest. Ja, ik heb dat ook gedaan. Ik vond dat een goed plan van jou. Ik vond verlicht al wel duidelijk, eigenlijk. Ja, dat doe ik ook, maar... Oh man, ik heb geen ruimte voor al die chille shit. Ik heb geen ruimte voor... Ik heb geen eten, Tom. Nou, ik kom naar mij toe. Ik ben hier op het dak, achter je. We moeten inderdaad waarschijnlijk wat rushes doen om al die spullen op te halen. Hier is heel veel stuff, hier. Maar dit is Area 1, dus... Dit is het begin voor de intersection, lijkt mij eerder. Want ik hier geen plek waar wol kan zitten ofzo. Hier is ze eten. Matthias, ik heb eten in de chest gedaan hier. Ja, maar ik wil eigenlijk weer naar... Au. Dat is je chest. Oh, eten. Hallo. Ik neem ook die even mee. Een potato, dat kunnen we ook gaan farmen. Ja, slim. Al die mobs, jongen. Je zijn nogal veel hier beneden. Yup. Ik ga even... Oh, fuck. No, you... Fuckers. Nee. Ik ben dood. Kom maar aan. Oh, laat me zitten. Doei. Oké, ik heb het weer overleefd. Geen chest. Graag gedaan. Yes! Overleefd. Volgens mij gaan mensen een gebouw in zonder op te lichten. Kan dat? Nee. Kijk eens, Tom. Kijk eens even hier naar de straat. Wat? Oké, ik ga naar beneden en doe meteen alles dicht. Oh, dat is... Wow! Hi! dat zijn veel monsters. Oké, afgesloten. Wat voor zieke geest heeft deze map verzonnen? Heeft deze hem... niet meer ingangen. Nice. Ja, hier dus waar beneden. Kijk eens hier. Well, fuck. Jongens, komen jullie! Kom op! Het enige gat dat ik breek is het kop. Hoi. Dat is ook wel een beetje typisch jij, volgens mij. Ja. Hier, ga eens naar beneden hier. Zal ik jou even een duwtje geven, oké? Nee, jongen, niet. Nee. Nee, dat dacht ik al. Zo aardig ben je wel. Nog net, ja. Eigenlijk kan ik het wel heel graag willen doen. Oké, we gaan weer weg, want hier is... Ik zit alweer in het volgende huske. Daar kwam ik vandaan, volgens mij. Oh, nee. Probeer zoveel mogelijk appel in je inventory te proppen. Hebben jullie nog een beter zwaard dan dit? Ja, hier. Ik had er nog een paar. Oh, ik heb een zwaard nodig. Nou ja, ik heb een knockback 1 woeden soort. Ik weet niet voor hoeverre dat zinvol is. Waar zijn de zwaarden? Ik had een heel goed zwaard ergens. Het is wel verlicht, Tim, anders dat is fout. Oh, ik zie wat water hier in de verte. Ik loop er even naartoe. Oké, je moet even wat risico hier nemen. Matthias? Ja, ga maar gewoon. Dat werkt ook. Dit huis ben ik niet in geweest nog. Maar het huis daarnaast zit wat goede zwaarden. Oh, hier ook.
Breaking 1, maar ik bedoel Knockback 1, maar goed genoeg. Ik heb hier een plek met allemaal wat water gevonden. Misschien kunnen we hier weer een farm maken. Ik heb ook dirt gevonden. Oké, hier was het volgens mij. Ja. Even snel nieuwe torches maken. Een breaking 2, sharpness 2 heb ik hier. Oeh. That's a pretty nice sword. Maar die neem ik zelf. Tss, bitch. Ik heb een breaking 1, knockback 1 voor jou. Ja, die heb ik ook al. Ja, ik neem dit zwart. Mine. Ik snap niet waarom ik die niet eerder heb gepakt. Waar zijn we naar op zoek? Records. Mineral blocks. Ik kijk op de stadsmuur eventjes. De hele stadsmuur. Oké, ik ga nog even... Hey, is het wel zo'n geval dat de onderkant van die fontein helemaal zwart is? Nee. Hoezo? Wat? Moet nou je... ja, daar spannen al zombies zo te zien. Dus, zou dat? Oké, ik kom naar je toe. Wacht even. Auw. Ik wil erheen, maar er staan zoveel mobs om me heen. Heb ik pijlen? Ja, ik heb pijlen. Fuck you, skeleton. Dat waren allemaal pijlen. Oké. Okay. Het was een stuk minder spannend dan verwacht. Ja. Oké. Okay. Zo. Ik ga naar beneden en ik ga gewoon erin rushen. Dus focus op mij. Op zich een voorbeeld is voor jou. Go, 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 go. Ik zal even kijken. Die stadsmuur is teleurstellend leeg. Hey, even maar. Dit is een end portal. Ja? Wat? Kijk, snap je dat? Oh, intersectie. Oké, ik ben er ook. Fuck dit. Waar is het? Oeh. Waar is het? In de end portal. Oh. Derp. En zijn jullie in de end nu? Ja. Ja. Oké, maar misschien is, heb je elk huis al gezien? Of naar binnen geweest? Nee, maar de weg terug is... Is er een weg terug? Ja. Zullen we terug? Willen we terug? Nee. Nou dan. Ja, we moeten die plek eigenlijk even wel veilig maken. In principe wel, hè. 3, 2, 1, go. Fuck jou. Eindscherm. Oh, we zijn weer bij spawn. Mooi, dan kunnen we meteen de weg naar... Ja, ik zou... Zet een kistje neer ook. En drop daar al je shit in. Wat else? Kom hier. Ik ben even aan het verlichten. Oké. Okay. Een pad maken wat niet voor mijn mobs gaat staan. Is goed, ik maak hier even wat chests. En toch vraag ik me af waar die mobs vandaan komen. Is, ja. is in die wolken niet iets? Bovenop de wolken? Het zou kunnen. Ik ga daar niet van uit. Zou het niet verwachten, maar... Ah, oké. Okay. Crap chest, here we go. Hele shit ton aan torches. Kukukukukuk. Volgens mij is elk huis al bezocht door ons, denk ik nu. Geen idee, maar ik verlicht ze ook maar gewoon. Ja, ik zou wel net zeggen. We moeten even de weg naar die endportal veilig maken. Terwijl, pak al je blokken. Torches. Ik wou dat ik betere blokken had als steen. Ah shit, heb ik allemaal hout opgemaakt? Serieus, Tim? Er zit heel veel hout in al die kisten eigenlijk. Ja, maar ik heb nu niks meer. Dus ik moet even snel wat nieuw hakken. En dan kom ik eraan. Ah, eindelijk weer een zwaard. Fuck you, baby zombie. Letten jullie op de timer? We zitten ongeveer, iets boven de 20 minuten. Okay. Ik denk dan dat we einde aflevering gaan zetten. Ja. Ik vind 20 wel mooi. Dus dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.